In deze aflevering gaan we met grootformaat tegels aan de slag in de badkamer. Zo leer je stap voor stap hoe je zelf een vloer kan leggen. Deze ruimte wordt volledig betegeld met grootformaat tegels. We vertrekken van een stof- en vetvrije ondergrond. Die bestaat uit vochtwerende bouwplaten of cementvezelplaten. De vloer- en de wandtegels die worden hier gelijmd op een bouwplaat. Die is isolerend en meteen ook waterdicht. De verlijming van de vloer die is identiek hetzelfde als dat je de tegels plaatst op een cementgebonden chappe. De verlijming van de wandtegels die is ook hetzelfde, met dat verschil dat je op een bepleisterde muur soms best eerst een primer aanbrengt. Wat heb je nu nodig voor het plaatsen van tegels? Natuurlijk de tegels zelf. Wij gebruiken hier voor de vloer een tegel van 60x60 en een wandtegel van 30x60. Verder voegmiddel, een tegellijm en een menger. Heb je geen grote menger, dan kan je ook een boormachine gebruiken met een menger op. De kuip om alles in aan te maken. Een druweel. Een lijmkam van 10 op 10 mm. Ik gebruik hier ook een zuignap, kan een handig hulpmiddel zijn. Een haakse slijper met een vol diamantblad. Een lange en een korte waterpas. Een tegelsnijder. Hier hebben we dat niet nodig, maar bepaalde ondergronden, bijvoorbeeld sterk zuigende ondergronden, die vragen ook een aangepaste primer. Dus heb je dan ook de primer en een borstel of rol nodig. En ik gebruik hier ook een nivelleersysteem. Hierin zitten clips, die dienen ter vervanging van voegkruisjes, ook spietjes en een aandruktang. Ik heb hier ook nog een emmer en een spons om een vloer proper te houden. Hier werk ik rechtstreeks op een vlakke ondergrond, op deze bouwplaten. Ik controleer wel nog even met een lange waterpas. De regel is dat ik geen grotere afwijking mag hebben dan 3 mm per meter. Hoe minder, hoe beter. Heb ik toch een grotere afwijking, bijvoorbeeld op een chappevloer, dan moet ik eerst gaan egaliseren. Hier kan ik dus rechtstreeks op deze vloer gaan werken. Een andere mogelijkheid is het werken dus op deze plaat op een chappe. Of als je werkt zonder chappe, is om de tegels te plaatsen in een mortelbed. Werk je met vloerverwarming, dan plaats je altijd eerst een chappevloer. Houd dan wel rekening met de droogtijd van de chappe voor je begint met de vloertegels te verlijmen. Een standaardregel is om 4 weken te wachten. Er bestaan ook additieven om in de chappevloer te doen, waardoor de droogtijd inkort. Voor ik nu begin met de vloertegels te verlijmen, is het wel belangrijk om eerst de beginpositie te bepalen. Een echte regel, algemene regel, bestaat er daar niet voor, maar er zijn toch een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Eerst en vooral, hou er rekening mee dat je zo weinig mogelijk kleine stukken tegel hebt, dus werk zoveel mogelijk met volle. Je kan beginnen in de hoek, maar dan moet de hoek wel precies 90 graden zijn. Hier heb ik een hoek die groter is dan 90 graden. Dus als ik hier zou beginnen, dan krijg ik op het einde altijd maar een grotere opening. Dus hier begin ik niet in de hoek. Je kan ook langs een muur werken. Of als die muur niet precies recht is, kan je ook een touw spannen om langs te werken. Hier werk ik anders. Dus ik ga mijn tegel, de voeg, gelijk leggen op deze verdikking. Dan heb ik 3 volle tegels richting de volgende muur. Maar die muur loopt een klein beetje weg. Dus ik zorg ervoor dat mijn eerste tegel, dat ik een klein beetje moet afnemen. Zodat ik op het einde, bij de volgende rij, geen grote opening krijg. Het beginpunt die is dus bepaald, maar voor ik effectief begin, leg ik wel nog even de tegels uit als extra controle. We hebben hier een kleine ruimte, dus ik gebruik geen touw om langs te werken, maar ik gebruik telkens een lange waterpas om ervoor te zorgen dat toch zeker mijn eerste rij tegels, want die dienen als referentiepunt voor de volgende, dat die perfect recht ligt. De beginpositie die is bepaald.
Dus nu kan ik beginnen met de lijm aan te maken, maar ik ga eerst nog even de badkamer wat prover maken, dus gewoon even uitvegen. Voor ik de lijm aanmaak, lees ik altijd wel even wat er op de zak staat. Dus er staan een aantal zeer belangrijke zaken op voor mij. Ten eerste hoeveel water ik nodig heb. In dit geval dus 7 à 7,5 liter water voor een volle zak. Verwerkingstijd is 8 uur. Dus als ik een emmer lijm aanmaak, kan ik die 8 uur gebruiken. Dus ik kan meteen een volle zak nemen. De opentijd, dat is 30 minuten. Dat is de tijd die je hebt tussen het aanbrengen van de lijm op de ondergrond en het plaatsen van de tegel. Dus ik kan in dit geval al een hele strook lijm aanbrengen voor een heel aantal tegels. En de vloer is beloopbaar na 24 uur. Dus ik begin altijd eerst met het water in de kuip te doen. Verdeel de lijm best een klein beetje en gooi niet alles in het midden in één grote hoop. Om een tegellijm aan te maken gebruik ik een menger. Heb je zoiets niet, kan je natuurlijk ook altijd gaan huren. Kan je ook een menger monteren op de boormachine. En als je boormachine niet zo zwaar is, dan kan je ook beperken tot het aanmaken van bijvoorbeeld een halve zak. Even de droge kanten bijkrab. Belangrijk om goed te blijven doormengen dat je een klontervrije massa hebt. Nu laat ik de lijm enkele minuutjes rusten. Zo hebben alle stoffen die in de lijm zitten de tijd om het water op te nemen. En dan meng ik nog een tweede keer kort. In de plaats van voegkruisjes te gebruiken of spietjes of een touw om de voegbreedte aan te houden, gebruik ik een nivelleersysteem. Daar zitten clips. Deze houden mijn voegbreedte constant. En er zitten ook spieën bij. En de combinatie van de twee die zorgt ervoor dat mijn tegels, de bovenkant van de tegels, perfect vlak zitten met elkaar. Dus er zitten in dus de spieën en de clips en ook een aandruktang. Voor je begint nog een kleine tip voor het instellen van de aandruktang. Dus ik neem twee tegels. Plaats de steuntjes ertussen. En plaats de spietjes. De tang kun je instellen met een grote instelling en een fijne instelling. Ik hoor nu een aantal klikjes. Als mijn tang te veel spanning zet, dan breekt de clip af. En als ik te weinig spanning zet, dan komen de tegels niet mooi effen. En als alles nu goed is, dan blijven die twee tegels aan elkaar hangen en dan weet ik dat mijn tang goed ingesteld is. Dat is in orde, dus we kunnen beginnen. Ik gebruik hier een kam met een vertanding van 10 mm. En ik heb hier een groot formaat tegels. Dus deze hier zijn 60 op 60. Dus ik lijm zowel de ondergrond als de tegel in. Die dubbele verlijming die doe je best bij een tegel die groter of gelijk is aan 40 op 40. Het is de bedoeling dat de lijm die aangebracht is op de vloer en de lijm op de tegel, dat die kruislinks op elkaar komen. En ik hou ook rekening met de legrichting van de tegel. Er staat altijd, of op de meeste tegels toch, een pijltje. Ik zorg dat alle pijltjes in dezelfde richting wijzen.
Om nu bij het leggen niet met mijn vingers in die tegellijm te zitten, gebruik ik een zuignap. Die plaats ik gewoon op de tegel. En dan hoef ik hem hier aan de zijkant niet meer vast te houden. Nu plaats ik twee clips onder de tegel en de tegellijn voor ik de volgende tegel plaats. Nu de spietjes in de clip en aanspannen met de aandruktang. Nu de eerste rij er ligt, ga ik die met lange waterpas controleren of die perfect in één lijn liggen. Indien er een tegel wat nog moet verschoven worden, kan dat nu nog altijd. Dus ik heb wat correctietijd op de tegellijm. Dus gewoon met de zuignap erop te plaatsen, kan ik de tegel nog een klein beetje verschuiven. Dus deze liggen perfect. Dat is ook belangrijk, want deze dienen nu als referentie voor de volgende rijen. En ook in die richting. Even controleren, het is waterpas, je mag hier nog een klein beetje bijgeduwd worden. En nu voor ik begin met de volgende rijen, ga ik die rij al proper maken, schoon met zuiver water. En ik let er ook op dat de voeg mooi vrij is, dat bespaart me straks veel ellende als ik moet gaan voegen. Dan moet je met een breekmes al die voegen openkrabben. Dus nu is dat nog eenvoudig met de spons. En ook de tegel zelf was ik af. Want tegellijm die op de tegel zit, die krijg je later zeer moeilijk af. De tweede rij. Ik ga wel een klein streepje zetten, zodat ik toch een beetje weet hoe ver ik moet lijmen. En ik heb hier twee tegels die verzaagd moeten worden. Dus aan de linkerkant moet er een klein stukje af. En aan de rechterkant moet ik een hoek uithalen. Dus ik ga eerst de middenste volle tegel plaatsen. Ik verdeel de lijm al wat met de onderkant van mijn trueel. En de rest doe ik dan met de lijmkam. Heb je nu moeite om die lijm goed te verdelen verder met de getande kant, dan kan je ook gewoon de vlakke kant gebruiken. Om te voorkomen dat die tegellijm straks terug door die voeg komt, maak ik die kant ook proper. Uit de volgende tegel haal ik een hoek. Eerst mijn tegel terug met de pijl in de juiste richting. Dus de afmetingen die ik hier neem, die teken ik op de tegel. En ik laat aan de kant ongeveer een uitzetvoeg vrij van 3 mm. Om dit stuk weg te nemen uit de tegel gebruik ik een haakse slijper en schijfblaadjes met diamant. Dus geen universele met vertandingen. Dat zal wel gaan daarmee, maar je hebt veel risico om allemaal brokjes te hebben op de kant van de tegel. En daarom gebruik ik een schijfblaadje, dus ook met diamant. Maar
De volgende tegel die ik nodig heb, moet er een groot stuk af. Dus over de volledige lengterichting. Een stuk groter dan 10 cm, dus ik gebruik de tegelsnijder. Als het stuk die eraf moet kleiner is dan 10 cm, dan gebruik je beter de haakse slijper. Met sommige tegelsnijders kan je wel kleine stukken afsnijden, maar dat hangt dan een beetje van de tegelsnijder af. Houd terug rekening met het pijltje op de tegel. Leg die hier mooi op de afstand die ik nodig heb. En doe hem ook aan tot tegen de regel achteraan. Dan met het wieltje, het mesje die op de snijder zit, maak ik een kras over de volledige lengte van de tegel. En ik doe dat met voldoende druk. En dan met de hefboom breek ik de tegel in twee. Dat doe ik niet in het midden, maar meer aan de voorkant van de tegel. De tegels die ik hier leg zijn gerectiveerde tegels. Dus die zijn na het bakken nog eens extra verzaagd. En daardoor zijn die tegels allemaal identiek hetzelfde van maat. Daardoor kan ik ook een veel fijnere voeg gaan gebruiken. Want als je tegels niet maatvast zijn, heb je een bredere voeg nodig om het verschil in formaat op te vangen. En een voeg is ook telkens precies hetzelfde, zo ongeveer 2 mm door de clips die ik ertussen plaats. Tijdens het plaatsen van de tegels en ook na het voegen wordt de vloer telkens proper gemaakt met water, dus zuiver water. Is er nadien toch nog een cementsluier zichtbaar op de tegels, dan kan je die gemakkelijk verwijderen met een cementsluierverwijderaar. En na het gebruik van de cementsluierverwijderaar gebruik ik ook nog best een intensiefreiniger, want op de bovenkant van de tegels zit er dikwijls een film die de tegel beschermt tijdens het transport. En het is de cementsluier en de film die op de bovenkant van de tegel zit, die de tegel gevoeliger maakt voor vuil en voor voetstappen. Dus het is belangrijk dat je die laag eraf haalt. Verwijder de clips met een rubberen hamer of met de voeten. De clips breken gemakkelijk af zonder sporen na te laten. Wil je oude tegels vervangen door nieuwe? Maar wil je de oude tegelvloer niet uitbreken, dan kan je ook de nieuwe bovenop de oude plaatsen. Wel is het belangrijk dat de bestaande vloer draagkrachtig is en dat er geen loszittende tegels zijn. Begin altijd eerst met de oude vloer te ontvetten. Vervolgens plaats je op de oude tegel een hechtingsverbeteraar en na 24 uur kan je de nieuwe tegels erop gaan verlijmen. Voor de verlijming gebruik je dan best altijd een flexlijm. Werk je tegel op tegel, dan hou je ook rekening met een langere wachttijd voor je begint te voegen. De ondergrond, dus de oude tegel, is niet zuigend, dus al het vocht moet weg langs de opening tussen de tegels. Het is dan ook best dat je minimum 2 dagen wacht voor je begint met voegen. In de volgende aflevering werken we verder in de badkamer. Deze tegels worden op dezelfde wijze dubbel verlijmd en geplaatst. Alleen gebruik je hier geen levelingssysteem, maar spietjes om de juiste voegafstand te bewaren. Wil je nu zelf aan de slag? Surf dan naar www.dobbiet.be.